Hé, waar ga je nou naartoe? Niet poepen binnen. Nou, het is nu dinsdagavond en ik dacht misschien is het een leuk idee om een dagje in het leven te doen met een puppy. We gaan zo naar bed, het is 10:30 en voordat we naar bed gaan doen we altijd nog even spelen met Lido zodat ze een beetje moe is, even haar trucjes weer leren. En ik had alvast even wat warm water opgezet zodat ik haar kruidje kan maken voor in bed, want ze is natuurlijk nog een baby dus ze heeft het wel koud. En ja, zorg natuurlijk dat hij niet te warm is, want ze moet, daar letten we natuurlijk wel op. Ze slaapt nu nog boven bij ons, want ze moet nog even wennen aan alles. En wanneer ze een beetje gewend is, kan ze beneden gaan slapen. Ze slaapt nog in een bench, dus even kijken. We gaan er meestal midden in de nacht nog even uit om te plassen. En toetie, hallo. Hallo, kikkies. Oh, vind je heel lekker wakker? Oh. Hey. Ze vindt het allemaal super interessant. Hey. Hey, kom maar. Au. 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 Nou, kom maar Toetie. Kom maar, ga even spelen. Ik ga dat tussen haar dekentjes in. Zodat haar buikje lekker warm blijft. Zo. Laten we even een beetje afkoelen. En dan hebben we in de keuken haar laakje. Kopjes en zo. Daar oefenen we nu mee. Jo, je is nog even lekker aan het gamen. Hoi, zit. Goed zo. Je doet poot. Poot, goed zo meisje, kijk eens. Oh. Oh. Kom maar. Goed zo, zitten. Goed zo. Hey, wat doggo. Goed zo. Poot, goed zo. Oh, dat heeft ze in één dagje geleerd. Morgen gaan we weer wat nieuws leren. Ja. Hey. We willen eigenlijk kijken of Lido vanavond misschien een nachtje door kan slapen. En ze plast nog in de tuin, want ze moet nog haar 12 weken prikje krijgen. In de enting. Maar ze doet het heel goed qua binnenplassen. Ze snapt wel dat ze dat buiten moet doen. En ze gaat soms ook gewoon voor de deur staan in de serre. Dus... Maar vanavond is Jordi's avond om eruit te moeten. Jawel, we doen ons te beurt. Vannacht sliep ze door tot 4:30, dus op zich. Ja, vannacht was je braaf. Dan gaan we eruit en dan nemen we even mee naar beneden. Even het gras spelen, even een plasje doen en dan nemen we er weer mee naar boven. Ze moet zomaar gaan naar buiten. Ze is heel bezig met haar tandjes en bijten en zo. Dus dat, Doe mijn baby geen pijn, hè? Nee, meisje. Nee, hè? We hadden al wel veel informatie opgedaan. YouTube gek. Ja, YouTube filmpjes kun je echt veel mee. Dus. Ja. Het is natuurlijk een baby, dus schreeuwen tegen haar heeft ook geen nut en zo. Nee, baby moet niet schreeuwen tegen haar. Nee. Maar ze moet wel een goede opvoeding hebben. Lieder los. Oké, nog niet, hè? Nee, dus. Zo even naar buiten, even plasje doen. Even kijken of de kruikje al goed genoeg afgekoeld is. Dan zullen we nog wat. Koud water bij. Kijk, klein babykruikje. Oh, die is wel goed. En die doen we dan tussen de dekentjes in. Pootje. Goed zo. Is lekker warm voor je. Rondje. Goed zo. Ja, wauw. Wat is een rondje? Ik heb morgenochtend om 8:30 ook lessen online. Dus. Echt? Ja. Ik heb ook les morgen. Ja. In wat? Van Timo. Oké. Okay. Oh. Ik heb honger. Ja, dus dat is de avondroutine voordat we naar bed gaan. Ja. En dan gaan we morgen verder. Ja. Met ons eerste kind. Shirt van mij en Jordi erin en haar nestknuffeltje
En wat warme dekens. En een dekbed. Dus ik kan ze lekker liggen. Het is 6:30 nu, dus ze heeft wel goed geslapen op zich. Dan gaan we zo naar beneden. Ah, Lilo is wakker. Ja, je hebt elke ochtend goed geslapen. Mag ze even bij ons in bed. Alleen nu nog hoor, straks beneden slaap ik niet meer. Nee. Nou, ze is natuurlijk super opgewekt nu. Dus we doen eerst al even eten. Jongen. Kijk, goed maken. Oh shit, de was zit nog in de droger. In de wasmachine. Ik moet nog in de droger. Ik ga even de was doen en dan heb ik zo waarschijnlijk les. Ja, die ligt nog even in bed, blijkbaar. Blijkbaar ben ik de enige die uit bed gaat nu. Hé? Hey? Nou, ik ben even bezig met school. Die wil nog lekker slapen. Het is ondertussen. Ze is wakker. Nee, ze slaapt. Ja, ik heb het met papa afgestookt. Ja. Ga zo even douchen en dan. En dan wat? Hè? Wat ga je doen vandaag? Ja. Vertel het eens. Geen idee. Niks. Helemaal niks. Verder met school. Ja. Ik ga met school bezig. Ja. Ik wil dingen doen. Wat moet ik gaan doen dan? Huis opruimen of zo. Ja. Ik ga de ramen. Er valt nogal wat op te ruimen namelijk. Ik zie daar allemaal dingen liggen. Ja, maar ik wacht op brood hoor. Yeah. Oké. Okay. Ja. En jij ging nog brood maken? Ja, mijn hond ligt op. Oké. Okay. Kan niet weg. Fair enough. Je kan niet je baby wakker maken. Nee. En dan moet je wel vertellen dat Lilo vannacht wel lief was. Of heb je dat al gezegd? Volgens mij wel, ja. Nou, anders... Nee, misschien ook niet. Vertel jij maar even. Oké. Okay. Ze heeft vannacht gewoon de hele nacht doorgeslapen. Ja. Grote meid, hè? Yeah. En we hadden gisteren zoveel gespeeld dat ze, denk ik, ja, ze was binnen 30 seconden sliep. Ze heeft helemaal niet gejankt. Ja, klein beetje gejankt. Ik moet ook aan de kapper. Zo. Ik zeg dat ze zwerven. Oh nou. Hm? Oh nou. Nou, we houden even een kleine pauze. Ik van school en Jordi van... Met Lilo spelen. Met Lilo spelen. Lilo? Lekker zonnetje zeg. Mhm. Nou, ik heb net even gedoucht. Ja, net zoals velen van ons zitten wij natuurlijk ook thuis. Wat natuurlijk heel belangrijk is. Ja, ik studeer, dus normaal zou ik nu naar school gaan. Dus de dag loopt al anders, want nu heb ik online les. Positief puntje daarvan is wel dat we natuurlijk met Lilo zijn. Ja, we hebben net weer even trucjes geoefend. Zit en poot kan ze nu sowieso al. Dus we gaan straks weer verder met wat anders. Ze begint nu een beetje moe te raken, dus we gaan even lekker samen op de bank liggen. Ik ga even Netflixen. En Lilo valt vaak in slaap dan. Dus... Ja, het is natuurlijk niet zo heel veel te doen deze dagen. Kel, die vet, beetje gras maar. Oh, lag er nog een poepie. Ja. Jordi en ik wonen nu natuurlijk in ons nieuwe huis. En hiervoor woonden we in een appartement en toen hadden we geen tuin. En met deze zon groeit het gras nogal snel, dus nu moesten we het gras grazen maaien. Ah, hij doet het goed hoor. Nee. Wauw. Wat? Goed bezig. Dus Jordi en ik gingen op wintersport en we moesten nog van die leggings hebben voor onder een skibroek. En er waren geen mannen meer, dus ik zei neem gewoon die van een vrouw, want je ziet het toch niet. Geen stad.
Het is ondertussen bijna 5:30. Ja, we moeten toch wel even naar buiten om boodschappen te doen, want ja, dat hebben we wel nodig. En ik heb niet echt een hele productieve dag gehad naast school en knuffelen met Lilo. Jordi daarentegen is wel een stuk productiever geweest. En ja, dat was wel ongeveer van. Hé, hey, ben je lekker aan het spelen? Oeh, lekker. Hoi. Als je dan hier een ei hebt. Ja. Hier. Mm-hmm. Ga gewoon met een tafel. Oh ja. Maar dat kan toch gewoon daar? Dit ziet er dan niet mooi uit. En dan kom je nog de keuken dingen. Hm. Buitenkeuken maken toch? Ja. Kom maar even springen. Ja. Zou ik jou ook ontsnaren? Nee. Hé, hey, Jannie. Ze mag in principe wel buiten komen, alleen niet op openbaar hondentoilet. Maar jij bent natuurlijk een stuk hoger als ik. Hoger? Hoger. Langer. Ja, langer bedoel ik, ja. Gezellig. Oh, het wordt pasta carbonara. En... echt. Deze cakejes. Cat Velvet cupcakes van Jumbo Eigenwijn. Zijn echt super lekker. Dit is denk ik al de... ik weet niet hoeveel ze keer ik ze maak. Super lekker. Ik wou eigenlijk nog sporten vandaag, maar... dat is niet gelukt. Mm. Nou, het is alweer avond. Het is bijna 12:00 s'nachts. Dus Lilo en ik gaan nog even onze trucjes oefenen. Dan gaan we straks lekker slapen. En morgen wil ik die verder inschilderen en dan inlijsten. Oh. Ik weet niet of je het echt goed kan zien, maar het is Lilo. Ja, de cakejes zijn ook af. En zoals we eerlijk zijn, als hij naar zijn werk moet morgen. Hartstikke lekker. Superleuk. Nou, dat dacht ik al. Hopen dat Lilo weer goed doorslaat. Nu zijn we aan het eind gekomen van een dagje in quarantaine met ons en een puppy.